En de nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, heeft vanmorgen officieel overgenomen van Edgar Dikan. De protocolaire overdracht vond plaats op het hoofdkantoor. Emanuel, die warm is ontvangen, riep in haar eerste toespraak iedereen van het ministerie op de schouder onder het werk te zetten. Ze wijst er verder op dat Suriname momenteel de economie niet mee heeft. De nieuwe minister verzekert echter dat het ministerie ondanks dit gegeven tot in de uiterste hoeken van het land de mensen zal betrekken bij de ontwikkeling. Dit ministerie, waaraan ik vanaf heden leiding geef, is ingesteld om alle lagen van de bevolking bij het landsbestuur te betrekken. De ontwikkeling van Suriname zit in het daadwerkelijk decentraliseren van het land. Tot in alle uithoeken moeten burgers betrokken worden bij alle aspecten van het beleid. Lokale besturen moeten meer verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen van het centrale gezag. Wij kunnen echter niet uit het oog verliezen dat Suriname economisch in moeilijk vaarwater is komen te verkeren. Dit gegeven voelt in ieder geval niet prettig aan, maar zal ons als Surinamers moeten aanzetten om ons te bezinnen over de weg welke wij willen volgen. Emanuel zegt verder dat Suriname weer welvarend gemaakt moet worden. Volgens haar zal geduld in dit proces wel nodig zijn. De regionale bestuursorganen samen met het traditioneel gezag zullen meer dan ooit ingezet worden om interactief met de bevolking bezig te zijn. Om oplossing te vinden voor het vraagstuk van hoe maken we Suriname weer welvarend? Geduld zal hierbij het sleutelwoord zijn. We zullen het samen moeten doen, mensen. Ik herhaal, we zullen het samen moeten doen. De komende weken, wanneer ik bezoeken zal afleggen aan de diverse districten, zal deze boodschap de rode draad zijn. Ik roep u daarom allen op om deze regering de nodige ondersteuning te geven, ten einde het goede werk te doen. De nieuwe minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuels, vandaag tijdens haar eerste toespraak. Ze riep daarbij alle personeelsleden op hun schouders onder het werk te zetten.